Dit ga je niet menen. Nee! Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Shadow of Mordor episode van Snel. Jongens, ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Er speelt dik spannende muziek af en... Oh, ik zie het al. Hier beneden zaten allemaal mensen te schreeuwen. Maar blijkbaar lopen er dus twee Caragors rond. Oké. Laten we daar vooral niet naar beneden gaan. En nu is het weer stil. Tuurlijk, als ik de opname begin is het weer ineens saai hoor. In ieder geval... Wat is aan de hand? Wow! Zagen jullie hoe... Gaat hij het ook doen? Zagen jullie hoe... What? Yo. Oké, die beesten kunnen hoog springen. In ieder geval jongens, ik heb hier weer ons volgende target geselecteerd. En dat was deze quest. Dit is Climbing the Ranks. Dit is weer van Redback. Dus dat is dat mannetje die wij steeds omhoog moeten brengen. Die wij steeds meer power moeten geven. Want hij brengt ons dan dichterbij de Black Hand van Sauron. Dat is uiteindelijk onze baas die wij moeten verslaan. Dat is die kant op. Een klein stukje lopen, maar we gaan het gewoon doen. Ik ga gewoon al deze mensen negeren hoor. I don't care. I really don't care. Hopelijk ren ik niet weer tegen een captain aan. Want de vorige keer ging dat niet heel goed. Nou, de eerste wel. Maar het einde van de vorige episode kwam ik er weer eentje tegen. En die... Oh ja, wacht. Die heb ik wel gekilled. Maar daarna werd ik gekilled door gewoon een normale Uruk-hai. En die is nu ook captain geworden. En dat soort dingen moet je echt vermijden, jongens. Als dat gebeurt te vaak. Als dat te vaak gebeurt. Dat je echt te vaak doodgaat. Dan kun je het echt wel vergeten. Dat is dus ook de vorige keer gebeurd. Waar is het? Hier zo. There we go. Woep. Dat is Redback, jongens. Let's go. Ja, dat we weer een filmpje krijgen. Ik ben benieuwd wat hij nu aan het doen is. Dat is niet Redback. Oh. Oké. Okay. Oh, dan heb je Redback. You call this a duel? No, I call this losing a duel, you glob. Hoe? Hij heeft zich weer in de nesten gewerkt hoor. Hij is ook zo'n klein mannetje, hij durft niks. Oh shit, ik denk dat ik iets moet doen. Oh. Ik denk ook dat we op moeten schieten. Oh, moet ik iets doen? Blind is many eyes and the beast can't see you coming. Alright, stealth kill the archers. Ik kan ze ook gewoon neerschieten zo. Hoef ze niet per se te stealth killen, toch? Dat is één. Wat? Oh, ik moet ze echt stealth killen. Ja, dat ga ik niet doen. Fuck dat. Ik ga er wel gewoon heen. Of nou ja, het is een bonus objective, dus... Who cares? Even kijken, wie is hier de captain? Daar staat hij. Ik schiet hem gewoon in zijn kop. I really don't care. Hoppakee. Oh, shit! Hij is invulnerable to ranged. Oh! Hij is groot. Kijk hoe groot hij is. What do you mean? Oké, kom hier. Bring it down, boys. We gaan de combo's doen. Hoppakee. Redback, I got you, man. I got you. Hoppakee. Sodemiet erop. Jongens, ik heb de reacties trouwens doorgelezen van de vorige episode. En ik vroeg aan jullie hoe je kon zien dat je zo'n execution kon doen. En dat is dus als je zwaard... Ja, dit dus. Als je zwaard blauw gloeit, dan kun je zo'n execution doen. Dit is... wat? When a captain's health gets low, you can grab him. Die en dan... Ja, maar daar hebben we geen... daar hebben we geen tijd voor. Want er zijn veel te veel mensen hier. Oh, er komt ook iemand met een schild bij. Come on. Give me a break. Goddammit, ik moet ook iedereen steeds blokken. Ik kan echt niet wachten trouwens tot... oh shit. Tot wij zo'n ability unlocken dat we mensen om ons heen allemaal damage kunnen doen. Maar dat duurt nog even. Denk ik. Ik weet niet wanneer ik die kan levelen, maar dat zien we wel. Ah, come on, man. Laat me nou even een execution doen. Hoppakee. Oh, wat krijg je ervan? Sodemiet hem maar op. Deze ook. Oh. Goddammit, ik haat groepsgevechten. Echt één op één. Ik rex allemaal. Maar in groepjes ben ik gewoon niet zo goed. Oh, die haalde ik ook op de een of andere manier neer. Ik weet niet hoe. Oh, hier is de captain. Kom hier. Execution. Gaat hij dood? Shit. Oh, kijk hoe low die is. Oh, ik moet hem niet killen. Oh, ik moet... Oh. Shit, hij moet niet dood. Oh, oké. Daarom stond er dus interrogaten. Oké, nou, dan gaan we eerst wel deze mensjes neerschieten. Hoppakee. 1. En 2. Oh, deze ging niet dood? Wat? Shit, hij is heel...
Maar dan moet ik eerst even de rest allemaal verslaan. Want anders kan ik hem niet ondervragen, want dan gaat iedereen me slaan. En dan weet je dat dat gaat niet. Oh, wat doe ik? Pas op, neem in! Holy shit, auw! Wow, mijn hele beeld is groen. Ik ben gepoisoned of zo. Wow, ik trapte hem net zo ver weg trouwens. Holy shit. Ah, donder op met die schilden, man, ik zweer het je. Execution, hoppakee. Sodomiet erop! Heerlijk, ik vind die execution zo lekker, jongens. Of nou, lekker. Jullie weten vast wel wat ik bedoel. Gewoon. Het is gewoon, het voelt goed. Nou, dat klinkt ook weer fout. Auw! Oh nee, ik ga dood! Hoezo doet hij zoveel damage? Oké, ik heb hem, jongens. Don't worry, I got this. Jezus, waarom deed jij zoveel damage, gek? Echt, die mensen met die schilden zijn verschrikkelijk. Oh, nee. Gebeurt het weer? Echt. Nee, loop, Damien. Holy shit, ik moet even ergens anders heen rennen, denk ik, jongens. Even naar een plekje waar minder mensen zijn. Hier zo. Hier kan ik ze, denk ik, beter raken ook. Oké, kom maar. Hoppakee. Ah, nee, ik kom die schilden moeten schieten. Come on! Oké, dat is eentje met schild neer. Dat is al een stuk beter. Even een combootje op de captain. There we go. Execution. Of nou ja, half execution. Wow, ik stak hem recht door me heen. Gek, hij is niet eens dood. Dude. Oké, jongens, dit moet het doen zijn nu. Er zijn geen mensen met schilden meer tussen. Dus moet het doen zijn. Ik moet gewoon... Oh, er zijn wel archers, zag ik. Ik zag een pijl langs vliegen. Kan mijn... Ah! Oh ja, ja. Oké, nu moet ik hem dus interrogaten. RB en dan A. Oké. Oh, nee. RB. Nee. Ik moet eerst even de rest doen. Nee, come on. Oh, ik werd geraakt door een pijl. Sodemiet erop. Oh, ik had hem. Net op tijd, gek. Holy shit, dat was close. Oké, we moeten dus een beetje... Nee! Ik ben bijna dood. Ik wil zeggen, we moeten een beetje hier blijven staan. Want dan worden we niet geraakt door archers. Hopelijk. Come on. Nee. Execution. Ja. Is hij nu alleen? Jongens, kunnen jullie even doodgaan? Oh, ik weet niet wat voor geluid ik allemaal begin te maken, maar... Het is spannend, oké. Kill hem! Ja, slij hem door. Oké, pak hem. Ik heb hem. En A. Yes! There we go. Gain intel. Bam. Wow. The Warchiefs are the most powerful rank in the Uruk forces. De Warchiefs staan daar boven, jongens, met die pijltjes. De captains willen allemaal Warchief worden. Press A to continue, okay. This connection indicates that Brock is the bodyguard of an unknown warchief. Ah, okay. Dus die. Oh ja, de warchiefs, of de captains, zijn bodyguards van de warchiefs. Dat was hem. Oh shit. Mok, the other twin. Oh ja, Mok en wat was het? Brock, dat zijn twee twins. Of dat is een tweeling. Dat is grappig. Dat is wel cute, jongens. Hij heeft weakness en zo. Combat finishers. Ranged attack, dat is goed. Alright. We hebben hem getarget. Alright. Maar moet ik deze dude killen of... Oh. Ik deed niks, hè. Dat gebeurde vanzelf. Teamwork, gast. Oeh. Ik zou maar missen als ik dat doe. Oh. Fuck jou, Redback. Wat doet... Heeft hij weer een oor? Oh my god. And how does this help me? A backstabbing bodyguard? Waarom haalt hij bij iedereen het oor eraf? Oké. Dus Redback wil nu de bodyguard worden van een van de warchiefs. Oké. Orks, jongens. Je zult ze nooit snappen. Alright, dat was weer een missie. Even kijken, Redback gaat duelen tegen Brock. Brock is dood, dus Redback komt op zijn plek. Hoppakee. En dan is Redback nu de... Oh, hij heeft 6 power. Zo. Redback is nu dus de bodyguard van die andere, hoe heette die? Brock? Die andere tweeling. There we go.
Alright. The Warchief is now available. Laten we kijken jongens, waar moeten we heen? Dit is de Warchief. Eliminate the Warchief and word of your deeds will reach the Dark Lord himself. Oeh, dus als we die doen, dan, even kijken, dan komen we zeg maar echt direct bij de Dark Lord. Dus oftewel Sauron. Of de Black Hands van Sauron, een van de twee. We kunnen of deze nu doen jongens, of we kunnen deze doen. Dit gaat weer over Gollum, dat stukje over Gollum. Ik denk dat we die gaan doen, die andere bewaar ik voor een volgende episode. Dit stukje met Gollum is ook een stukje storyline. Dus dat je komt te weten wie die andere dude is, die de hele tijd bij ons is. Deze dude. Deze. Ik laat hem even zien. There we go. Volgens mij komen we daar nu achter. Of als we die quest gaan doen. Dus laten we die even gaan doen. Hoppakee. Kijk hoe snel ik loop. There we go. En ik ga even een aap. Even de aap. Doe de aap. Hoppakeetje. Ik ben echt zo'n aap. Wow. What's up? Wow. Gek. Waarom ga je op je... Ben je een captain? You don't impress me. Just one man. Is this supposed to be a joke? Waarom heeft hij een ander logootje? Wat is dit? Wat? Nee, hij kan tegen mijn combo's. Oh shit. Oh my god, dit gaat moeilijk worden. Oh my god. Oh, ik moet hem neerhalen. Ja. Hoppakee, steek hem in zijn zij. Steek hem. Execution. Doe execution. Nice. Maar waarom heeft deze dude een ander dingetje? Of zien jullie dat niet? Of ik bedoel, ben ik de enige die dat ziet? Net had hij zo'n donker schedeltje of zo. Anders dan normaal. Oh, die ging recht door zijn kop. Heerlijk. Oké, weg met die captain. Of wat is het? Ik weet niet wat het is. Come on, haal hem neer. Is hij dood? Hij is neer. Sodemiet erop, man. Oh, ik werd ook gestoken volgens mij. Iedereen gaat nu toch wegrennen, want ze zijn pussies. Even deze neerschieten. Nee. Die is niet eens neer. Shit. There we go. Wat? Hehe. Zo, die dude die had veel te verduren. Ik had 3 pijlen geschoten. Oké, pick up. Wat hebben we gekregen? Een nieuwe ability point. Oh, ik heb de verkeerde knop gedaan. Ik moet deze hebben. There we go. Recover 19% health on a stealth kill. Nou, dat is niet echt handig, want wij doen nooit stealth kills. Maar dat is later wel handig. Maar toen ik net dit deed, of dit, of deze, of deze... Ik deed net iets, maar toen kwam ik bij mijn ability points. Die upgrades. There we go, ability points. Jullie moeten even rechts kijken, jongens. Ik heb er dus eentje over. En ik heb het dus de hele tijd over een... dat ik zo'n area attack heb. Maar die staat er nog niet bij. Daar hebben we nog niet genoeg power voor. Dus ik denk dat we deze kunnen doen. Want deze is helemaal niet handig. Ja, right categories, maar... Vind ik niet zo chill. Dus we kunnen deze doen. Die heb ik al. Dus we kunnen deze doen. Als ik dan ergens op een vuur schiet of op barrels... dan ontploft het. Kijk. Holy shit. Oké, die ga ik sowieso doen. There we go. En ik weet niet wanneer we die andere krijgen, maar dat zien we dan wel. Die area attack. Maar daar hebben we eerst meer power voor nodig. Oftewel, daar moeten we eerst meer questen voor doen. Meer captains verslaan eigenlijk. Kom op, laten we de mission starten. There we go. Er komt net iemand aan. Maar we gaan de mission starten. En daar hebben we Gollum weer. Onze man. Shit. Oh. Gollum heeft een buikje, jongens. Ik kijk er de hele tijd naar. Sorry. Nou ja, een buikje. Ik denk dat we nu achter komen wie hij is. Alright. Gaat hij weer. Oh, moet ik hem echt volgen ook? Oh, het zit in het filmpje. Gelukkig. Anders moest ik zelf lopen. Dude, Gollum, ik spring daar in 1 keer op. Hebben jullie toch gezien? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Oh, nu moet ik wel zelf lopen. Dang it!
Follow us, Bright Master, to the treasures we go. Oh shit, we moeten stealth blijven, jongens. Ho! Oh. Damien, pas nou op. Pas nou op. Jezus, dan lopen er ook gelijk echt drie langs. En wat voor één ook. Wat voor drie bedoel ik, holy shit. Colm, let's go. Come on. Colm, let's go. Het is veilig. Colm. Let's go. Het is safe. Colm, jij scheidt het. Come on. Zingen. Wat? Oké. Okay. Jongens, Gollum is raar. Gollum is een raar mannetje. Kill the archers. Oké. Okay. Huh. En recht in dat koppie. En ik moet niezen. Shit. Jongens, ik moet niezen. Shit. Oké. Okay. I'm back. Waar is die andere archer? Waar? Oh, daar. Even. Oh, nee, nee, nee. Oh, 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 oh. There we go. Easy. Okay, Gollum. Okay, Gollum. Okay, je mag wel stoppen met zingen, Gollum. Ben je klaar? Hij is klaar. Oh my god. Colin, wat? Zo, Colin heeft wel een gouden kieltje, hoor. Loop door. Schiet op, man. Stop met zingen en loop door. Wat? Find the vision artifact. Use the Rave World. Oké. Okay. Wow. Ik denk dat we dit moeten volgen, I guess. The vision artifact. Dus een herinnering moeten wij vinden nu. Alright. Is dat dit? Wat is dit? Moet ik hier iets mee doen? Oh, niks. Ik volg gewoon het... Kijk, welke kant gaan de voetstapjes op? Deze kant op. Ik volg gewoon het pad. Hier moet iets uitkomen, denk ik. Oh, is het hier? Oh nee, hier gaat het gewoon verder. Huh? Oh wacht, er zijn nog meer voetsporen. Holy shit. Wat hoorde ik? Dude, het klonk alsof er echt iemand werd afgeslacht. Dat was niet normaal. What the fuck? Oh, hier ligt iets. Ja. Yes, ik denk dat we het gevonden hebben. Let's go, let's go. Ik wil weten wie het is. Ja, we hebben hem. There we go. Wauw. Wow, ik krijg serieus kippenvel. Ik weet niet waarom, maar ik krijg kippenvel. Damn. Het is een elf, jongens. Wie is dat? 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 Wow. Oh, kijk, een zwaard. Oh, het is geen zwaard. My bad. It is so fine a gift. Dat was zijn stem, of niet? Jongens? Colm? Oké. Why do we chase these dreams? They offer no answers, only more questions. These are not mere dreams. Shit. With each vision, my power grows stronger. Still looks after us. Zei hij ook tegen Frodo, toch? In de film. Grappig. Dat geheig van Gollum de hele tijd. Jesus Christ!
Holy shit. Oh, ik schrok. Oh nee, de ghouls. Oh, dit stukje weet ik nog. De ghouls zijn verschrikkelijk, jongens. Ze gaan in één hit dood, maar ze zijn vreselijk. Sodomiet erop. Het heeft geen zin om executions te doen. Oh ja, en nu krijgen we dit. De Raid Flash. Dit is de ability. X en A. Oké, X en A. Shit, hij is niet gecharged. Shit. Oh my god. Het zijn er zoveel. Kan ik al... Ja, nu. X en A. X en A. Hoppakee. Kijk jongens, dat is de Raid Flash. Hoppakee. Oh my god, ik ga wel echt heel hard dood. Ik ga echt heel hard dood. Raid Flash. Go. Holy shit. Nee, ik ben er dood. Oh my god, ik word gekilled door een ghoul. Dit ga je niet menen. Nee. You died. No shit. Dat leek er ook echt heel erg op. Ik moest op A spammen, maar ik drukte op X. Ik moet echt die controle uit mijn hoofd leren, jongens. Echt, het wordt echt tijd. Oké, come on, jongens. We gaan er weer voor. Ik ga niet die stomme execution gebruiken nu, want het heeft echt geen zin. Moeten we gewoon opsparen voor een Raid Flash. There we go. Het zijn er zoveel. Raid Flash, Raid Flash. There we go. Easy. Oh my god, het zijn er zoveel. Kijk dan. Raid Flash, Damien. X en A. Ja. Jezus. Hij wou niet. Oh my god, het zijn er zoveel. Raid Flash. There we go. Ik kan het niet. Er zijn er te veel. Het zijn er te veel, man. Hoe moet ik dit doen? Ja, en dan gebeurt dit weer. Y. Oh, ik had hem. Het was Y dit keer. Ik had hem. Don't worry, I got this. Oké, nu moet je echt opdonderen, hoor. Raid Flash. Hoppakee. Waarom lijkt het er nu alsof het er veel meer zijn? Come on, Raid Flash. Oh. Holy shit. Wow. Mijn controle tilt heel hard. Je kunt het niet horen, maar hij trilde de hele tijd. Holy shit, gek. En er liggen er nu maar 3 of 4 of 5. Gaat wel een echt stuk of 100 of zo. Doe normaal. Jongens, ik ging de episode eindigen. Holy shit, dat was een intens einde. Maar jongens, hartstikke bedankt voor het kijken van deze episode. Vond je hem leuk? Druk op dat blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat wij weer de 200, 300 likes kunnen halen. Jongens, dat is hartstikke tof. Ik zie jullie dan dinsdag om 4 uur waarschijnlijk weer met een nieuwe Shadow of Mordor episode. Dus jongens, ik wens jullie allemaal alvast een heel fijn weekend. En het enige wat ik nog wil zeggen is, jongens, later!